Yes. Yes. Hoi, ik ben Rutger. Ik heb geruime tijd geleden een motorjas besteld online. Deze motorjas, die is keurig afgestuurd door Riestelweg. Echter is die door PostNL nooit geleverd. En ik ben daarop uitgenodigd om langs te komen om de motorjas alsnog in ontvangst te nemen. En ik heb hem aan en op advies zelfs nog een maatje kleiner om te zorgen dat hij gewoon helemaal prima zit. En ik moet eerlijk zeggen, hij zit veel beter dan ik had verwacht eigenlijk. En ik kan nou gewoon weer veilig door het verkeer en op de motor. Nou, fijn om te horen, Rutger. We wensen je er ook heel veel veilige kilometers mee. Dankjewel. Zo'n filmpje willen we eigenlijk nooit meer maken. Niks ten nadele van Rutger. Maar mensen, deze beste man had die jas online besteld. Het is een jas van €400. Het is de duurste en allerbeste textiele jas die we hebben. En TNT Post heeft hem nooit afgeleverd bij hem. 2 maanden bijna later willen ze ons en vergoeden ze ons €6,75, zoals je dat zag. Dus alleen de verzendkosten. Mensen, maak nooit een fout. Stuur nooit iets niet aangetekend op. Want dit is hoe ze met je omgaan. Je moet alles inleveren. En op een gegeven moment, aan het eind van de rit, krijg je helemaal niks. Wij hebben ons lesje geleerd. En wij hopen dat we wel een klant voor het leven erbij hebben. Ja, En heel absoluut. veel plezier ermee. Zeg het woord. Helemaal goed, gaan we doen. Dank je wel.